Yeah.
Van de Dulfers. Okay. Ik sta hier en hierna kun je nog naar de Bulldog, want er staat mijn vader te spelen. En het voelt best wel goed. Ik wil dat elke dag komen, maar dat kan natuurlijk niet. Maar vanavond wel, daar ben ik heel blij om. En ik zal proberen weinig te praten en veel te spelen, want dat doe ik beter. Maar het volgende nummer wil ik wel aankondigen, want het is een bijzonder nummer voor mij in de band. En een tribute aan een van de grootste in de wereld, die er helaas niet meer is. Voor mij de Mozart of de Beethoven van onze tijd. En zijn naam is Prince. En we missen hem heel erg. We weten nou ook niet meer waar de muziek heen moet, maar dat moeten we dan maar zelf doen. Maar hij was geweldig en dat hoef ik jullie niet te vertellen. En het heeft een hele tijd geduurd voordat ik wist wat ik als tribute voor hem kon spelen, want het moest natuurlijk wel goed zijn. Ik kan niet zomaar al bakken een beetje een mooi nummer spelen, dat zit. Het moet echt goed zijn. En ik zat er eigenlijk een beetje mee in mijn maag voor mijn nieuwe cd, er kwam niks uit. En toen heb ik de hulp ingeroepen van Ivan Perotti. En Ivan vroeg van, nou ja, wat wil je eigenlijk zeggen? Wat is je boodschap in dit nummer? Ik zei, nou Ivan, weet je wat het is? Ik wil gewoon, hé, te gek niet. Ik zei, Ivan, weet je wat het is? Ik wil graag wat zeggen. Dus daar kon Ivan ook helemaal niks mee. Toen zei hij, oh wacht even. En toen heeft hij in 5 minuten een nummer geschreven, of de tekst geschreven, die helemaal in mijn hart lag. Hij wist al wat ik wilde zeggen. En het is deze, Out of Time. Break your heart, I could drink a case of you if I wasn't out of time.
Just on the outside, dug in the heart. Oh,
misschien net zo leuk, maar ik denk het eigenlijk niet. Het is een nummer ooit geschreven voor een Nederlandse film, De Cachère. Kent u die nog? Nee, precies. Het geluk is dat de film een beetje flopte. Hij is niet leuk, maar zo was het helemaal. Maar dat de soundtrack en vooral het nummer wat ik zo ga spelen, het wel heel goed deed. En dat is allemaal dankzij één man, een hele lieve man die nog steeds een hele goede vriend is. En een soort mentor ook. En een schat. Zijn naam is Dave Stewart van de Rhythmics. Samen met Annie Lennox. Dat weet hij toch nog wel. En hij nodigde me uit als 17-jarig meisje. En ik deed daar mee. We deden een soort soundtrack. Een beetje jazzy. En dat is hartstikke leuk. Het was eigenlijk klaar. En helemaal aan het einde zei hij, oh, je moet nog even terugkomen, nog één dingetje. En dat hebben we heel snel ingespeeld, 5 minuten, 1 take, klaar. En toen ik eruit kwam, toen vroeg mijn moeder Inge, die zei, wat was het nou precies voor je? Zo, oh, nee, niks, maar helemaal niks, hoor. Wordt niks, zei. En 3 maanden later stond ik overal op 1 en toen werd mijn leven in een soort sneltreinvaart heel anders. En heel mooi werd het. En ik wil daarom, ik heb dit nummer al 100.000 miljoen keer gespeeld, geloof me. Maar altijd met heel veel hart en ziel, omdat het me zoveel moois heeft gebracht. En ga ik proberen nu ook voor jullie te doen. Het heet Lily Was Here en het interview is voor Arjen Moe.
Yeah, I like
So Amsterdam, you design so long, certainly, and een vinylversie.
gek, dit is helemaal speciaal voor Paradiso, voor dit concert gemaakt, special edition, in turquoise swirl. En dan gewoon ordinaire ouderwetse CD. Dus als jullie dat willen kopen of gewoon even langs willen komen of mijn hand geven, dan sta ik daar. Maar daar zijn we nog niet. Eerst dit goed afmaken. En dit nummer is voor mij heel speciaal. Daarom heb ik het ook het titelnummer van de plaat laten worden. Want het zijn rare tijden. En zoals jullie zien, zoals wij hier op het podium staan, zoals jullie in de zaal staan, gaat het er mij om dat ik nooit met maar één soort mensen samen wil zijn. Ik wil met iedereen samen zijn en met iedereen samenleven. En ik kan het niet zo poëtisch zeggen, daar heb ik gelukkig Ivan voor. Die heeft een tekst geschreven. En het heet Together. En het gaat over liefde met z'n allen met elkaar. Fire in your hearts, some is bigger than the past. You would hold my hand, show you the master plan. We should come together.
love for everybody. Oh, yeah. We should do it for peace. Oh, we should do it for love. Let's do it for you and me. Well, well, just together is all we got. All we got is more than enough. Let's stay together. Thank you.
Voor nieuwjaar en allemaal liefst en tegen elkaar. Ga dat doen.
Deze woorden zitten nu wel in de weg, zo'n maas, we missen Candy, no!